Welkom bij weer een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van maandagavond. Want dan speelt NEC uit in Rotterdam bij Excelsior. Voor beide een belangrijke wedstrijd, want NEC wil natuurlijk weer winnen. Want eigenlijk willen ze nog naar die plek 5. Al is die kans klein, maar ja, je wil nog wel meedoen voor die plek 5. En Excelsior, ja, die wil de play-offs natuurlijk ontlopen onderin. Komen we zo meteen op. Het is natuurlijk ook vakantie, meivakantie. Dus je ziet ook gelijk dat er veel kinderen vooral aan de zijlijn staan. De trainingen zijn openbaar, dus iedereen kan ook eventjes leuk gaan kijken. Vindt de trainer dat fijn? Ja, wisselend moet ik eerlijk zeggen. Ja, nee, natuurlijk is het leuk, zeker na de training, omdat er, zoals jij al zegt, afgelopen week gewoon heel veel kinderen langs de lijn stonden met de schoolvakantie. Dus dat vind ik ook leuk om te zien. En nou, onder de training is het niet altijd juf en het, maar het hoort erbij. Ja, dan moest Kelvin Verdonk deze week even op en neer naar Indonesië. Ja, let op, even op en neer om zijn paspoort daar op te halen. Want hij wil gaan uitkomen voor Indonesië, hè, voor het nationale elftal. Ja, zo'n reisje, op en neer, zo'n tripje. Klopt, ja. 24 uur naar Jakarta. Nee, ik moest wat dingen regelen vandaar. Ja, daar was deze week een goed moment voor om het te doen. Ja, want vertel even, je gaat daar ook een avontuur aan, hè? Ja, zoals jullie weten, denk ik met de jongens van Heerenveen, met Ragnar en Mangoen, die spelen al voor het land. Ja, ik ben nu bezig met het proces, dus even afwachten hoe het loopt. Ja, waarom kies je daarvoor? Ja, ik werd benaderd door de bondscoach. Mijn vader komt uit Indonesië, dus ik dacht er wel eens aan. En toen, volgens mij na Heerenveen thuis, toen kwam de bondscoach naar onze wedstrijd. En toen kennis gemaakt en kort gesprekje met hem gehad en ja, ik zei tegen hem ik zou over nadenken en contact gehouden met de mensen daar en uiteindelijk ja, goed gevoel en daar naartoe gegaan om het proces te starten eigenlijk. Een mooi vooruitzicht, want jullie willen dan met Indonesië kwalificeren voor het WK, hè? Ja, zeker. Ze zijn heel serieus bezig daar. Het is echt aan het groeien, het voetbal ook. Ik denk dat je het ook ziet aan de socials van de clubs in Nederland en die mensen daar zijn helemaal voetbalgek en de mensen daar die het voor het zeggen hebben, die willen ook echt iets neerzetten. Ze zijn met nog meer jongens bezig ook om het elftal zo sterk mogelijk te maken en ook voor in juni, voor die twee kwalificatiewedstrijden, om zo sterk mogelijk elftal te hebben. Wat voor wedstrijden spelen ze normaal? Want ze komen niet deze kant op, dus ze spelen voornamelijk denk ik de Asian Cup, hè? Nee, maar dat gaat ook wel veranderen. Ik denk, volgens mij 2 jaar geleden speelden ze tegen Argentinië een keer een wedstrijd en meerdere landen die hebben gezien dat het ja, goed heeft uitgepakt, ook voor Argentinië. Dus volgens mij nu, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar zijn ze bezig met Portugal. En ze willen ook oefenwedstrijden spelen tegen grote landen, zeg maar. Dus ja, en ik denk dat ze ook daar mensen hebben die dat kunnen regelen, zeg maar. Dus ik denk dat je in de toekomst wel gaat zien dat ze tegen grotere landen gaat spelen. En misschien ja, gaan steeds meer Nederlandse jongens daar naartoe ook, zeg maar, die uit Nederland komen. Dus misschien in de toekomst dat we ooit een wedstrijd Indonesië-Nederland kunnen zien. En dan de wedstrijd van maandagavond. Excelsior is de tegenstander. Nou ja, die spelen nog ergens om, hè. Die willen de play-offs ontlopen. NEC natuurlijk naar plek 5 blijven kijken. Al is die kans klein. Maar toch, ja, en Excelsior, ja, die zullen toch wel erop gaan klappen daar. Ja, dat wat jij zegt. Volgens mij heeft Excelsior zit in een strijd in eerste instantie met RKC om play-offs te ontlopen. Nou, dat zie je de laatste weken, dat als je dan kijkt naar Excelsior, dat ze daarin wel een stijgende lijn te pakken hebben. Je ziet ook wat meer vertrouwen in de ploeg. Ja, dus dat verwacht ik maandag ook terug te zien. Een ploeg die heel graag die play-offs wil ontlopen, die ervoor zal strijden en waar ook gewoon voetbal in zit. Dus ik denk dat het lastig zat is. Ja, is het dan zo'n wedstrijd dat je denkt van nou ja, laat ze maar komen, we wachten wel een beetje rustig af? Nou, dat kan een onderdeel zijn van het plan. Dat is niet echt wat we graag zelf doen. We willen ook wel initiatieven, we willen de bal hebben. Maar soms zal het ook betekenen dat als het niet lukt, dat je wat lager moet. En uiteindelijk is het altijd afwachten hoe die wedstrijd zich ontvouwt. Maar dat is wel een onderdeel, maar niet het belangrijkste onderdeel. Excelsior uit. Ja, klein veld, kunstgras, maandagavond. Ja, niet iets in ons voordeel, denk ik. Alleen, wij zijn verplicht om daar gewoon te winnen. En ja, Bart Verrooy, zeker niet bij. Philip Sendler, hoe zit het daarmee? We vragen het even aan de trainer. Ja, Bart is uiteraard een beekfinale uitgevallen. Philip is eruit gegaan tegen AZ. Nou, die heeft daar een lichte blessure aan overgehouden. En het is nog 3 weken. Ik verwacht dat hij ja, ergens daarin weer terugkomt en gaat spelen. Alleen maandag niet. Nee,
Maar voor de play-offs heb je daar wel, als je die haalt, heb je daar wel hoop voor. Ja, en ook voor de competitie. Ja, zegt dat de trainer ook, we zijn gewoon verplicht om daar te winnen, punt? Nee, dat heeft hij niet zo gezegd alleen. Ik heb het wel gezegd nu. Dit was hem dan weer, de NEC-update voor vandaag. Ja, maandagavond om 8:00 wordt er dus gespeeld bij Excelsior. Die wedstrijd is weer live te volgen bij RN7. Als je er niet bij kan zijn via de radio, dan zitten de mensen van RN7 Radio daar weer klaar voor. En wij zijn er natuurlijk volgende week weer met een NEC-update. Ook de NEC-update live weer, de podcast. Die zullen we dinsdag gaan opnemen, dus die zal dinsdag ook online zijn. Ik zeg graag tot de volgende.